Guido Pijnjer is in het Deistig Libben fulltime docent kok op het Friesland College in Ljouwt. Hij had daartoe net een soort tijd om hem ta te rieden op het WK van chefkoks in Korea. En dat is wel nedig, want hij neemt het op zijn 6 concurrenten op deze grootste foodshow van de wereld, met meer dan 30.000 mensen publiek. Ja, dat is de hoogste titel die te hellen is, dus voor mij verschrikkelijk belangrijk. Ja. Wat is er daarna nog? Ja, weet ik niet. Misschien wel, dat is juist wel vaak, de jongens die dat woonen. De jongen die het fjouwer Jelien woonen, die werken nog voor Donald Trump in Amerika. En die is de culinair adviseur en inmiddels is er ook jurylid bij al je grote wedstrijden. Dus ja, de kist, als het goed gaat, al je hele mooie dingen aan oor horen natuurlijk. Ja. Oren wieken komt er een filmploeg uit Korea om Guido Pijnjer te volgen. Op fjouwer mei is de finale en weten we of de Ljouwter hem de beste chef-kok van de wereld nemen mij.